Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft afgelopen donderdag met relevante partijen van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om de agrarische sector in de districten Para en Brokopondo verder te ontwikkelen. Tijdens het gesprek waren naast minister Bin Permisser ook aanwezig de parlementariërs Patrick Kensenhuis, Jennifer Vreedzaam en Yvonne Mabo, die de twee districten vertegenwoordigden, als ook districtscommissaris Armand Jurel van Para. Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. De huidige technologie biedt genoeg mogelijkheden om de agrarische productie duurzaam op gang te brengen. Het is derhalve altijd verantwoord lange termijn investeringen te doen om kansen te identificeren voor de sector. Middels een presentatie door onderdirecteur Ashwin Ramdin van LVV is aangegeven welke stappen door het ministerie ondernomen zullen worden om dit proces op gang te brengen. Zo zal het ministerie trainingen verzorgen voor de lokale boeren en zal er aandacht worden gegeven aan de bijenteelt en de productie van honing in Para. Het ligt ook binnen het beleid van LVV om de bedrijven Victoria en Fedra nieuw leven in te blazen. De arealen zullen ingezet worden voor het telen van landbouwgewassen zoals dringendvroed, bestemd voor de export naar de regio.